En wij hebben gekozen voor Biocartis. De jury was enorm onder de indruk van het feit dat een klein en jong juridisch team in zo'n korte periode al zoveel verwezenlijkt heeft en dat in een eigenlijk moeilijke, complexe juridische context. Ils cherchent des solutions positives et créatives pour des dossiers qui sont très complexes et ceci dans un contexte national et international. Zij worden systematisch geraadpleegd bij elke fase van het project. En daardoor zien we eigenlijk dat zij echt als meerwaarde worden aanzien, vermits ze systematisch worden geconsulteerd en geraadpleegd, omdat ze kunnen bijdragen tot iets positiefs en ook bijdragen tot de innovatie, wat eigenlijk de drijfveer is van het bedrijf. Het legal team neemt ook het voortouw als gatekeeper voor de communicatie, vermits zij alle informatie op voorhand gaan checken, vooraleer het product op de markt gebracht wordt en dat doen ze in nauw overleg met regulatory en met IP. Biocartis is molecular diagnosis company. Biocartis is manufacturing IDILA. IDILA is a kind of little lab that aims to help on personalized medicine. The goal of IDEA is to be able to test samples of patients to determine which mutations are found in a particular patient, and this will help to decide which is the best treatment that should be given to that patient. 2015 was een sleuteljaar voor Biocartis, want op het einde van 2014 hebben we ons product gelaunched. En dus in 2015 zijn we begonnen met het commercialiseren van onze tests en van IDILA. We hebben zo 5 tests gecommercialiseerd vorig jaar, dus dat bracht heel veel juridisch werk met zich mee. We hebben ook verschillende partnerschappen afgesloten vorig jaar. We hebben ons distributienetwerk uitgebreid. We zijn enorm gegroeid in het aantal werknemers dat hier te werk gesteld is. En dan, last but not least, natuurlijk hebben we vorig jaar de IPO meegemaakt. De beursgang was voor ons een mijlpaal. Wij hebben daar verschillende maanden echt heel intensief als team samen aan gewerkt. Ja, zo'n project moest natuurlijk prioriteit krijgen, dat was heel duidelijk. Ja, we hebben daar heel veel voldoening uit gehad dat de IPO zo succesvol was. Het was de meest succesvolle beursgang op Euronext van de laatste 10 jaar. Dus daar zijn we wel heel fier op als team. So 2016 is bringing a lot of challenges to the legal team. We already have 5 tests in the market. We would like to launch 4 more. We are also aiming to be present in the United States at the end of the year. A lot of work, not only for the legal team, but also for Biocartis. Avec leur position centrale au sein du réseau, le département juridique de Biocartis devient le modèle à suivre dans le futur pour le département juridique.